Punkt, der Bosrat Punkt, today. Beschikbare Mittel, Gesundheitszorg effektiv inzetten. Meer dan 80% van ons budget wordt aan de meest zieke mensen uitgegeven. We moeten meer investeren in de zorg om te voorkomen dat mensen zoveel zorg nodig hebben. De beschikbare middelen moeten effectief worden ingezet, dus moeten mensen gezond worden gehouden in plaats van te betalen voor vermijdbare ziekten en complicaties. Dit zei minister Antoine Elias van Volksgezondheid in de Nationale Assemblée bij de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2019. Niet overdraagbare aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierfalen zijn de grootste kostendragers. Inefficiëntie en overconsumptie dragen onder andere bij aan financiële tekorten, maar zijn niet de hoofdoorzaken. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.